Het is tijd voor bewustwording, transparantie en de echte waarheid. Decennia lang zijn we door de mainstream media voor de gek gehouden en is onze verdraaide werkelijkheid voorgeschoteld. Alles in de natuur streeft naar balans en het lichaam is met de juiste levensstijl perfect in staat tot zelfgenezing. Welkom bij Miss Natural Awake News, waar ik je in 20 minuten een update geef van wat er echt gaande is in de wereld. Kom uit je intelligentie-lockdown, open je hart en doorzie de werkelijkheid. Ja, leuk dat je weer zit te kijken. Dit is de Miss Natural Awake News, waar ik je in 20 minuten ga vertellen wat er echt gaande is in de wereld. Ik ga even wat zaken in beeld brengen, zodat je ook weet wat we aan het doen zijn. En nog een mooi logootje erbij. Dan gaan we snel van start, want 20 minuten zijn zo voorbij. En ik wil eerst beginnen met wat erg opvallend was. En dat valt onder het dit meen je niet thema. En dat was natuurlijk minister Grapperhaus. Dit was de advertentie die geplaatst werd door horecazorg in het Financieel Dagblad. Met daarbij ook de mooie tekst. Het gaat natuurlijk over de bruiloft van de minister die, ik ga even dit nog in beeld brengen, onze minister van Justitie, de coronaminister ook wel genoemd, Vert Grapperhaus, die op zijn eigen bruiloft de afstand niet goed wist te behouden en daardoor voor veel opspraak zorgde. En met deze advertentie, dat is natuurlijk een beetje een ludieke manier om daar zeer veel aandacht voor te vragen. Want er zijn toch gewoon een heleboel boetes al uitgedeeld. En dan zou dit in één keer dus wel kunnen. En op dezelfde dag ook, hier zei je ook, zoek de verschillen. De trouwerij op 22 augustus 2020 en een verjaardagsfeestje van een driejarige in Haarlem, die met veel geweld tot stilstand kwam. En dat is toch niet de wereld waar we in willen gaan leven. Want dan krijg je dus gekke taferelen. Ik zal even een filmpje erbij pakken. Wat natuurlijk best wel ludiek is. Maar ja, toch ook een deel van de waarheid laat zien. Ik zal het nu even ook aanzetten. Ja, dikke chaos natuurlijk. Maar dit is wel de kant waar we op gaan. Dus dit moeten we echt zien te voorkomen. Dus daar wilde ik even mee beginnen met het onderwerp dit meen je niet. Dan zijn we nu aanbeland al bij Zoek het zelf uit. Waar ik je een A tot en met Z geef van alles wat je eigenlijk moet weten om zelf op onderzoek uit te gaan. En we zijn inmiddels aanbeland bij de I. En de I, daar begin ik mee met het stripboek Infected. Ga ik er nou ook even bij pakken. En dit stripboek wat je hier kunt zien, dat is best wel een vreemd stripverhaal. Dat gemaakt is in 2012 in opdracht van de Europese Unie. En het gaat over een virusuitbraak die ongekozen bureaucraten weten te bezweren. En het stripboek heet Infected, wat besmet betekent. En was eigenlijk niet bedoeld voor het grote publiek, maar voor intern gebruik. En er zijn ook slechts maar een paar honderd exemplaren van gemaakt. En deze beschrijving bij de vreemde publicatie stelt de Europese Unie dat het verhaal fictief is, maar de feitelijke informatie bevat. Nou, dat is toch best wel bizar als je ook erin gaat bladeren. Ik zal de link ernaartoe ook even delen. En hier zie je wat beelden daaruit het stripboek. Je kunt het gewoon zelf ook lezen. Het is in het Engels. Maar ik zal even nog even wat van de strekking van het verhaal delen. Het dus gaat over een voedselmarkt. Waar wetenschappers in een laboratorium in China experimenteren met een dodelijk virus. Nou, dan komt er een held die reist terug uit de tijd om de autoriteiten te waarschuwen voor een aanstaande pandemie. Hij heeft een medicijn, maar de opportunisten willen het stelen om vervolgens te verkopen aan farmaceuten. Nou, en zo gaat het maar door. Het verhaal eindigt met een hoorzitting in het Europese parlement, waarin Brussel pleit voor meer Europese samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. En dit doet denken aan het Europese initiatief One Health. Nou, ik vind het echt een bizar. Wat denken jullie? Is dit een toeval of is dit een mooi georchestreerd plan? Je mag dat zelf eens even uitzoeken. Ik zal de link naar dit stripboek delen. Hier is je gewoon te downloaden, zoals je ziet. Zeker even de moeite waard. Dus dat is de eerste E-Infected, het stripboek om eens even zelf in te duiken.
Nou, dan hebben we natuurlijk de I van Illuminati. We zijn er al eerder op gekomen door andere benamingen voor de Illuminatie. Maar ik zal daar zeker nog iets over vertellen. Dat is, eigenlijk zijn ze uit elkaar gevallen in verschillende facties die elkaar nu bevechten in de strijd om de macht. En net zoals wij ook de vrijheidsbewegingen hebben. Dat is een verzamelterm voor miljoenen individuen en losse groepen die ieder op hun eigen manier toewerken naar de bevrijding van de satanische elite. En voor beide partijen geldt dat het niet één centraal aangestuurde groep is. Ook niet de vrijheidsstrijders. En de Illuminati bestaat uit elitefamilies. Ook wel koninklijke bloedlijnen. Hier zie je daar ook nog een plaatje van. En pauselijke bloedlijnen die al duizenden jaren aan de macht zijn. En ze werken van generatie op generatie toe naar deze eindstrijd waar we dus nu in zitten. Waarbij ze alle macht en rijkdom in de planeet in handen hebben. En dat is hun nieuwe wereldordeplan. En de groep wordt dan ook wel eens de New World Order genoemd. En zoals ik hier nog een plaatje bij heb. En dus het is een groot monopoliespel wat hier gespeeld wordt. En wij zijn de puppets daarin. Andere term is natuurlijk de kabal. En bij de C zijn we daar al bij uitgekomen. Hetgeen in het Engels geheime politieke kliek betekent. En zij denken in lange termijn en opereren buiten de landsgrens en zelfs intergalactisch. Nou, de Illuminati is niet één coherente groep, eensgezind ook niet. Na 2012 is de Illuminati uit elkaar gevallen in verschillende facties die door het machtsvacuüm dat is ontstaan elkaar nu bevechten in de strijd om de macht. En op sommige fronten zie je nog wel samenwerking, maar vaak is de uitvoering van een veel eerder uitgestippelde agenda die nu door de Deep State geïmplanteerd wordt. Deep State heb ik ook nog een mooi plaatje. Dit is sowieso wel een hele mooie illustrator die dat heel mooi weet weer te geven. Hoe die Deep State, je hoort het wel eens Drain the Swamp, waar Donald Trump ook mee bezig is. En de Deep State zijn de uitvoerders en hebben vaak geen overzicht van het grote plaatje. En ze strekken zich uit tot buiten de landsgrenzen, continenten en nationaliteiten. Het zijn geen scherpe scheidslijnen, maar sommige facties soms wel samenwerken en soms elkaar bevechten. En enkele figuren zoals binnen de Rothschild-familie zitten in meerdere facties, omdat ze hopen op die manier zeker de eindstrijd te kunnen winnen. En er worden verschillende indelingen en benamingen van gehanteerd. En sommige groepen overlappen een ander, dus zoek ze maar eens op. Dat is wel interessant om je eens in te verdiepen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Dus dat is de tweede I van zoek het zelf uit, een A tot en met Z. En dat is de Illuminati. Nou, de derde, de laatste die ik nu wil behandelen, dat is de International Tribunal of Natural Justice. En daar worden ook wel eens vraagtekens bij gesteld of deze partij betrouwbaar is, de wel of de niet. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel een mooi doel. Het is een tribunaal dat is opgericht 14 februari 2015 met als doelstelling het oprichten van een rechtbank van natuurlijk recht. En niet om de misdaden van de stand in stand te houden, maar juist de misdaden van de kerk en allerlei andere misstanden aan de kaak te stellen. De banken, de multilaterale ondernemingen, maar deze staan in dienst van de mensen. Om de mensen van de wereld te verdedigen en te beschermen en te handelen vanuit de natuurlijke rechtvaardigheid. En volgens oprichter Sasha Stone, dat is deze meneer, die zegt dat het, naar zijn mening, is het volk verantwoordelijk, niet de duivels achter het gordijn. De mensen die slapen zijn verantwoordelijk voor de offerrituelen. En als deze waarheid, als die naar buiten komt, als ze deze horen en wij deze getuigenissen laten horen, kroongetuigen, getuigendeskundigen die opgevoerd worden bij het tribunaal in de komende maanden, en misschien wel jaren, zullen ze de feiten allemaal gaan horen. En ik ben natuurlijk wel met hem eens dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat er in de wereld gaande is. Wij kunnen zeggen tot hier en niet verder. Dus dat is wel heel erg belangrijk, dat iedereen ook beseft, we hebben zelf een keuze. Of deze man nu betrouwbaar is of niet, dan krijgen we het verhaal van, ga naar je gevoel, kijk wat bij jou past en wat voor jou goed voelt. En zoek dat zelf ook uit. Dus dat was het onderwerp zoek het zelf uit. Gaan we nu even naar het tijdelijke abnormaal. Want ik kan er nog niet aan wennen hoor, het tijdelijke abnormaal. En sommige dingen lijken ook wel bedoeld voor de lange termijn. En niet bedoeld voor maar tijdelijk en eventjes. En ik begrijp dat je mooiste dag, wat voor veel mensen dan de bruiloft is, graag zou willen door laten gaan. Maar moet dat dan ook met zo'n lapje, met zo'n letterlijke melkkorf. Natuurlijk moet dat ding ook mooi zijn, zoals hier deze advertentie van Blossoms Formal and Bridal. Maar kom op, ik word je heel verdrietig van. Laat me weten hoe jij hier over denkt. Dus dit is het tijdelijke abnormaal.
Nou, ik hoop echt heel tijdelijk. En laatst ook zat ik in de auto en ik had het nu niet eerder gezien. En ik kijk naast me, komt er een bus voorbij. En dan zie je ook mensen allemaal met de muilkorven op. Deze foto vond ik ook zo treffend. De nieuwe manier van naar concerten gaan. Allemaal in zo'n, ja, het zijn letterlijk toch schapenkooien als je dit toch ziet. Ongelooflijk. Nou, en dan kwam ik ook nog deze tegen. Dit is dan een limited edition Barbie, hè, met stay home. En je ziet, hè, ze heeft ook een laptop waar ze natuurlijk mee aan het zoomen, callen is, vergaderen. Je ziet wel rolletjes wc-papier, eigenlijk, mijn god. En de sanitizer en zo'n virus erop. Dit is gewoon pandemic Barbie. Kom op, zeg. Dit is niet iemand, dit zijn geen tijdelijke maatregelen. Dit is gewoon onze kinderen indoctrineren. Ik word hier echt heel verdrietig van. En wat ik ook tegenkwam toen ik in het ziekenhuis laatst was, omdat ik daar was voor mijn dochter, die was met haar voet tussen de spaken terechtgekomen, lag deze glamour daar op de leestafel. Het is wel een glamour al van vorig jaar. En wat schetst mijn verbazing, er staat gewoon het eerste virtuele model staat op de cover. Dus dit is gewoon een virtueel model. En dus je ziet, we worden gewoon geprogrammeerd op die hele virtuele samenleving. Dat noem ik dan even tijdelijk abnormaal, maar ze willen, het wordt ons gebracht alsof het nieuwe normaal wordt, dat we hier aan mogen gaan wennen. En deze dame heeft zelfs een interview in The Glamour, een virtueel model met een eigen Instagram pagina en een eigen verhaal dus ook. Ze bestaat niet. Wereldnieuws. Ik klik verder, maar er komt niks. Het is ook apart. Even kijken, waar kan ik nou naar mijn wereldnieuws? Nou, dat is lekker dan als je zo dit probeert live op te nemen. Ik word lekker gesaboteerd. Nou, het wereldnieuws was natuurlijk Berlijn. Ik weet het heus al uit mijn hoofd. Dus Berlijn waren natuurlijk heel veel mensen. Nou, ik ga dit gewoon wegklikken. Ik vertel het zo wel. Berlijn, heel veel mensen zijn erheen gegaan vanuit Nederland, vanuit België. Oh, nou gaat hij reageren. Waren op de been en de mainstream media die heeft er gewoon weer een ander geluid over laten horen wat daar feitelijk aan de hand is. En ze lieten sowieso al weten dat het al eerder afgebroken werd, dat er veel geweld was, dat er extreem rechts, weet ik veel was. Maar er wordt niet verteld dat daar Robert Kennedy was, die een geweldige speech heeft gegeven, dat er inderdaad vanuit heel de wereld mensen naartoe zijn gekomen. De NOS meldt 18.000, nou hier staat 30.000. Mensen op de been vanwege de leugens omtrent corona. Het was gewoon een hele vredige demonstratie. Daarbij ook vanuit OPN meerdere reporters aanwezig waren. We hebben van Onafhankelijke Pers Nederland daar ook verslag van gedaan. Dus ga dat zeker even opzoeken. Dit is wat de mainstream media dan laat zien. En iemand op Twitter reageert dan ook al heel passend van, ja, wij zijn het nieuws. Wij waren er gewoon aanwezig. En dit zijn de beelden. En dit is feitelijk wat er wel aan de hand is. Maar ja, op de massa zal deze beelden dan niet zien. Dus dit zijn onze vijanden van onze democratie op dit moment. Rutte de Jonge en Grapperhaus. We zullen dadelijk ook weer vanavond een nieuwe persconferentie te horen krijgen. Welke vrijheden we terugkrijgen of welke vrijheden nog langer ontnomen zijn. Want de spoedwet, mensen, die ligt nog op tafel. En het is zo belangrijk dat we daar nog steeds aandacht aan geven. Want waar is die app die mensen voor het coronavirus waarschuwt? Nou, die mag nog niet erdoorheen, hoorde ik ook deze week op de radio. Want dan moet dus eerst voor die spoedwet erdoorheen. Maar ja, wat hier ook staat, geef mij een app die hiervoor waarschuwt. Dan zal ik me een stuk veiliger voelen in Nederland. Want er is gewoon veel meer aan de hand. En dit is een fragment ook uit de brief, ook over die spoedwet, die richtlijnen die daarin staan. En dat willen we niet, mensen. We willen dit niet, verdiep je daarin. De leugen regeert en we willen stop de machtigingwet, waar we gewoon nog meer van onze vrijheden kwijt zullen raken. Dus het is een belangrijke week. Het is een belangrijke week. Het is gewoon tijd dat de Fabeltjeskrant ophoudt. Dus wat kun je zelf doen? Heel belangrijk, je kunt een heleboel zelf doen. Dus dan gaan we nu, we hebben een goede agenda met allerlei manifestaties. Dat is een mooi woord voor demonstraties, want er zit weer het woord demon in. En we moeten gewoon manifesteren voor een nieuwe wereld. Wat gaan we doen? Dus we hebben nu vrijdag de spoedwet, 4 september, vanaf 10 uur aanvang in Den Haag. Stop de spoedwet, red de grondwet. Kom naar Den Haag, mensen. Dat is een kans om weer even van je te laten horen, jezelf te laten zien. Dus dat is aanstaande vrijdag 4 september vanaf 10 uur in Den Haag. Wat nog meer? Zondag 6 september vanaf 12 uur in Enschede.
Dus daar kun je ook heen. Zondag 6 september, 12 uur, Enschede. Dan hebben we nog maandag. Dit is trouwens nog de Engelstalige variant. Om natuurlijk ook al die Duitsers weer naar Nederland te krijgen. Die had ik er nog even tussen gezet. Hè? Dus dat is voor vrijdag. En ja, het grootste virus, dat is natuurlijk ook gewoon de media. Daar zijn we ook hard mee bezig om daar een tegengeluid voor te geven. En wat we al elke maand doen met het NL-alert, dan kapen we dat voor media-waanzin. Dus om 12 uur ga weer bij jouw lokale media staan. Of kom naar Hilversum, hè, kom naar de grote kranten of naar de NOS. En ga daar staan om een statement te maken. Ik zal dat ook weer doen. Ik ga naar het Eindhovens Dagblad. En ons groepje wordt ook steeds groter, dus kom daar gewoon naartoe. We hebben de laatste keer daar ook een meditatie gedaan. Maar doe iets in je eigen lokale omgeving bij jouw media. Want het is gewoon waanzin. En je moet eens zien hoeveel partijen er nu verbonden zijn. We zijn met 30 actiegroepen. Met allemaal één stem, één geluid. Dus dat kun je doen maandag 7 september om 12 uur als het luchtalarm afgaat. Het NL Alert. Dan hebben we nog een nieuwe Save the Children demonstratie. Dat is in Eindhoven op het 18 septemberplein. Maar het is al op 12 september, zaterdag 12 september, om 12 uur kun je daarheen. Dus kijk ook of je daarheen kunt komen. Dit is de tweede keer dat ze dit doen. En ik zal daar zelf ook bij aanwezig zijn om daar verslag te doen vanuit Onafhankelijke Pers Nederland. Dus dat kun je doen. En dan de zondag, dat is de Verplaatste Vrouwen voor Vrijheid Mars, die een week eerder zou plaatsvinden, maar nu op zondag 13 september plaatsvindt. In Utrecht vanaf 2 uur. Ook de mannen zijn welkom. En die mannen die wachten dan de vrouwen die in mars lopen op het veld op. Om dan gezamenlijk nog naar een goed programma van sprekers te kunnen kijken. Dus er is echt superveel wat je zelf kunt doen in deze tijd. Om van jezelf te laten horen. Kijk wat voor bij jou past. Nou, dat was natuurlijk ook de eerste druk van het OPN Nieuws. De OPN Krant. Ik ben heel erg trots op. Het is een hartstikke mooi exemplaar geworden. En helaas is de voorraad gedrukt exemplaar al op. Je kunt hem nog wel als pdf-vorm opvragen via de website onafhankelijkepersnederland.nl. In de volgende edities zullen we meegaan met het distributienetwerk ook van de andere krant. En dan zijn er al dus 2 kranten die het andere nieuws brengen. En wordt het medialandschap steeds transparanter. Wat natuurlijk de bedoeling is van... Ja, 2020, hè, dat we licht op de zaak, transparantie en duidelijkheid creëren. Eens even kijken of hier nog... nee, dit is... hier. En die vond ik ook nog wel leuk, hè, want je hebt je derde oog nodig om, om alles te kunnen zien en begrijpen. Hè. En daarmee bedoelen we dus ook dat je naar binnen mag gaan. Hè, dus dat je niet alles probeert te beredeneren vanuit je hoofd. Maar dat je ook de tijd neemt om naar binnen te gaan en ook weer te gaan voelen. Oké, hoe voelt deze informatie voor mij? Want we worden in de war gebracht. Er is een hele hoop verwarring gaande. En want hoe groter de bewustwording en het licht en al het licht op de zaak wordt, hoe harder de angst en de verdeel en heers zal gaan schreeuwen. Ik hoorde net alweer op de radio weer iemand doodgeschoten, politieagent, Black Lives Matter protesten. Het zal alleen maar meer worden. Dus blijf bij jezelf. Zoek ook in jezelf naar die antwoorden. Want anders gaan we echt te veel verwarring creëren. En dat is dan ook de cure ook voor het coronavirus. Mochten mensen daar nog angstig voor zijn. Het is echt om de bedoeling dat je vanuit die hoge vibratie, die hoge trilling, ook gezond blijft. Hè. Dus daarmee blijf je gezond. Als je bang bent, dan verlaag je je trilling. En dan ben je ook gewoon vatbaarder voor immuunziektes. Voor je immuniteit verlaagd. En ben je vatbaarder voor virussen. Dus zorg gewoon dat je in die positieve vibe blijft. En daar kan ik je ook bij helpen via mijn bedrijf Miss Natural Lifestyle. Dus kijk zeker even als je daar hulp bij nodig mocht hebben. Ja, dus dit is het nieuws in 20 minuten. En ik wil afsluiten met een mooi plaatje die ik toevallig pas tegenkwam onlangs. En dat is Liefde is. Dit is, ben ik samen met Paul, mijn man op het Malieveld. En dat is natuurlijk wat je samen kunt doen. Hè. Samen naar demonstraties gaan. Dat is het liefde moment voor 2020. Als je daarin op hetzelfde level kunt, elkaar kunt vinden. Dan denk ik dat je een mooie kijk hebt voor het nieuwe jaar. En als je dit samen mag doen. Dus dankjewel ook Paul dat je dit samen met mij wil doen. Ik weet dat het niet altijd makkelijk is, maar dankjewel. Bedankt weer voor het kijken. Ik ga afsluiten met het filmpje. En deel deze video ook met iedereen die wil weten hoe het nieuws echt in elkaar zit. Dankjewel voor het kijken.
Bedankt voor jouw aandacht. Je hebt gekeken omdat jij ook klaar bent voor verandering. Dit nieuws maken wij samen. Is jou iets opgevallen waarvan je denkt, huh, klopt dit wel? Of heb je zelf iets meegemaakt wat tegen alle natuurwetten ingaat? Laat het mij weten en stuur een e-mail naar news@missnatural.nl. En wil je nu zelf iets doen? Deel dan deze video en fantaseer over de mooie nieuwe wereld die wij samen gaan maken. Houd je vibratie hoog en graag tot de volgende uitzending.